Aflevering 95 is nu overal te beluisteren van de podcast Comicaal.nl. En we gaan het hebben over Jeroens favoriete held, Conan. Dit is een klein gedeelte van mijn Conan-verzameling. En dat is een beste verzameling. Ik hoop dat het dingetje houdt. Ja, de tafel. En dat is 20 kilo aan comics. De Conan omnibussen van Marvel zijn zo freaking awesome. Dat reprints met goede introducties van Roy Thomas, die heb ik allemaal. Ze staan er hier niet allemaal bij. Maar het is het grootste deel. De Seven Swords Conan en Conan the Barbarian. Zal ik je geheimtje vertellen? Nou. Wanneer ga je met vakantie? Geen idee, maar ik... Hoe lang... Wat je in de podcast hebt kunnen horen... Meer bij 1990 komt... In de midden jaren 80 is niet mijn ding. Maar ja, je wil ze natuurlijk wel hebben. Ja. Jouw vraag was... Jeroen, ik mis hier de Dark Horse comics. Dat klopt ook helemaal. Die heb ik allemaal weggegeven. Want ik heb ze allemaal digitaal. Oh. En heb ik daar spijt van? Ja. En ik had de stille hoop dat de hardcover van Dark Horse... dat die ooit nog al zou vinden. Dus heb je hem... Wil je hem kwijt? Wil je hem ruilen? Ik heb genoeg. Ja? Vast wel wat mooie dingen die er misschien voor je bij zitten. Wil je hem ruilen? Let me know. Ik ga jullie heel snel doornemen door mijn verzameling. Dit is de meest curieuze. De barbaar Conan. Ja. Sterf. Nou, liever niet, maar... Het staat erop. Nee. Waar dit vandaan komt. Ik heb deze gehad van Charles. Het is een vertaling door Patrick Wessels. Best wel goed vertalen. Heel slecht vormgeefwerk overigens. En er staat hier aan de zijkant staat Pep toe. Tja. Ik heb geen idee wat het is. Maar ik had hem nooit gezien. Dit is het enige exemplaar wat ik ken. Marvel, je hebt ook niet de hardcovers. Komen ook nog wel eens de Marvel, nieuwe Marvel trade paperbacks. Dan komen er twee, zijn er twee hele toffe boeken uitgekomen. Die nu wel het allertofst zijn. Door de hele Marvel run. Dat is The Marvel Art of the Seventh Sword of Conan en The Marvel Art of Conan the Barbarian. Oh, mooie plaatjeboeken. Het briljante hiermee is dat die hele hoop original art staat. Alex Todd. En weet je wat dit mij doet denken? Nou? Dat er ooit is een art edition verschijnt van Conan the Barbarian. Ja, IDW, let us know. Savage Dragon, moet kijken dit. Zo. Mooi, en dit kan bijna. Zal ik je nog even laten zien. Dit was de allereerste Amerikaanse comic die ik kocht. Oh ja. En die was van Conan. Je hebt hem ook CGC, toch? Nou, CGC om te trainen. Kijk. Hebben we ook nog een ander mooi plaatje boek. Dat is Conan, The Ultimate Guide to the Worlds of the Most Savage Barbarian. Geschreven door Roy Thomas. Die man die... Oh, en een voorwoord door... Todd McFarlane. Oh jee. Ja, het is gewoon de hele geschiedenis van Conan. Alle verhalen, alle grote bekende en minder bekende mensen. Maar van alle mensen, waarom doet Todd McFarlane het voorwoord? Todd McFarlane stiekem een Conan-fan is. Hij heeft ook een Conan-cover, heeft hij al getekend. That's it. Van die hele slechte 1990. Marvel heeft, voordat ze het contract kwijtraakten, hebben ze het voor elkaar gekregen om alle losse nummers in Conan Barbarian af te drukken. Bij Seven Swords of Conan is het niet gelukt. Dus hier gaat Titan Corps mee door. Alleen met een ander ruggetje. Oh ja, dat is altijd weer jammer. En weer mijn meest onnodige Conan aankoop. Ja, die sowieso. Van dit jaar. Ik heb op Marktplaats. Zo. Heb ik een paar maanden terug. Heb ik deze boeken. De complete Conan the Barbarian. Zo, maar die covers, dat is bijna Don Lawrence, toch? Ja. Nou ja, dat zijn die Joe Jusco en Bob Larkin. Tuurlijk, ja. Buscema, Valero. Zo. Die heb ik dus allemaal gekocht. En dat was eigenlijk niet nodig. Want je hebt ze al in het Engels. Nou ja, ik heb ze al in die hardcovers. Want dit zijn het bloedige zwaard van Conan the Barbarian. Is natuurlijk The Seventh Sword of Conan. Oh, tuurlijk, ja. Maar... Dit zijn de ingekleurde versies. Uh-huh. En laten we ook heel eerlijk zeggen, heel ingekleurd. Ja.
Maar die koffers mogen er wel zijn. Die covers mogen er wel zijn. Ja. Maar dit is de enige manier. Deze trouwens niet, want dit was een Marvel Super Special. Die is wel verschenen. Maar deze boekjes die vind je normaal alleen in zwart-wit. En ik geloof dat Big Balloon speciaal hiervoor heeft ingekleurd. Weet ik niet of ze ergens anders op de wereld ingekleurd zijn. Dus ja, die moet je dan hebben. Ik heb ze overigens niet gelezen. Als je er wat veel voor betaalt. Maar ja, je bent Conan fan of je bent het niet. Dit was een sneak peek in mijn verzameling. Zo, nou, dankjewel.